Ja, er is dus weer een of andere briljante wijsneus in Den Haag die heeft bedacht dat er dus geen schermen mogen komen bij het EK. Dat mag dan niet. Nee. En terwijl dat nou juist het evenement is waar Nederlanders nou werkelijk niet hongerig, maar gulzig gewoon naar uitkijken. Dat is nou het moment, het EK, wat eigenlijk een beetje het omslagpunt is van de corona. Dat is dan het evenement om in te luiden van jongens, het oude normaal gaat weer beginnen. Dat is het gevoel wat die mensen hebben bij het EK. En wat zeggen we dan? Nee, we mogen niet met z'n allen naar het EK kijken op grote schermen. Terwijl dat toernooi zoveel betekent voor Nederlanders. Ja, kijk naar een normale wedstrijd van het Nederlands elftal. Gewoon een kwalificatiewedstrijd. Daar kijken dus zeg maar 1,8, 2 miljoen, misschien 2,2 miljoen mensen naar. Maar dan komt er een groot toernooi, een WK of de EK. En wat zien we dan? Dan komt dat hele land tezamen. Want dan kijken er ineens 8 miljoen of 9 miljoen. En waar komen die 7 miljoen vandaan? Het gaat niet over voetbal, beste vrienden. Het heeft daar niks mee te maken. Dat is gewoon een nationaal feestje. Dat is het Nederlands elftal. Het brengt iedereen tezamen. Het geeft dat oranje gevoel. En dat gebeurt vooral ook als je tezamen komt bij zo'n scherm. En waarom zou je dat niet doen? Ja, er is veiligheidsoverleg is er met alle burgemeesters. En die moeten nu dus gaan besluiten of ze dat wel of niet doen. Beste vrienden, laat me je dit vertellen. Als je het niet doet, dan gaan Nederlanders dit op welke manier dan ook toch doen. Ja, let op. En dat gaan ze doen in hun eigen straat. En noem op waar dan ook. Zij gaan zelf schermen neerzetten. En ze gaan dat helemaal zelf organiseren. Want dit feest, dat willen ze gewoon vieren. En daarbij, die horeca die kan dat gewoon goed oplossen voor je. Let op. Kijk, hier bijvoorbeeld. Hier. Zo'n terras. Nou, stoel. En wat doet de horeca? Zet er nog. Hup, stoeltje bij. Hier. Anderhalve meter. Zet hem nog iets verder. Anderhalve meter. En hup. En dan zitten we. En dan zetten we nog honderden stoeltjes meer bij. We zetten daar een geweldig, prachtig groot scherm. En hup. En daar gaan we. En zo moet je dat doen. Want anders krijg je al die illegale praktijken en noem het maar op, het is toch niet te handhaven. Want Nederlanders gaan dat toch, ik herhaal het, toch doen. Dus beste burgervaders en burgermoeders, jullie moeten dit besluiten. Zeg ja tegen het EK-scherm.